allemaal en welkom terug bij de Belgium Games. En vandaag ben ik hier namelijk met een nieuwe plugin video. Voordat ik namelijk volledig ga beginnen, wil ik eventjes iets melden. Ik zit namelijk niet op mijn bureau, ik zit namelijk op een andere, of ja, eigenlijk in de living. Dus het kan zijn dat er wel vrij veel echo is. Dit is namelijk omdat ik mijn nieuwe PC aan het samenstellen ben. Binnenkort komen daar namelijk nieuwe video's over en ik heb namelijk dus plaats nodig in mijn kamer. Maar ja, hetgeen waar ik vandaag over ga hebben is namelijk over de SkyWars plugin, de SkyWars updated plugin. Ze hebben het namelijk gevraagd aan mij, Jens, kun je deze eens een keertje uitleggen? Ik heb jammer genoeg niet alle info kunnen bekijken. Ik heb namelijk geen één van deze links kunnen kijken, omdat als ik erop klik, gaat mijn virusscanner automatisch alles blokkeren. Dus ik heb pas sinds kort een hele goede virusscanner, dus ik weet het, de downloadlink werkt wel. Dus ik heb alles moeten doen met behulp van video's en met de tekst die hier staat. Nu, voordat we namelijk gaan beginnen, wil ik het eerst eventjes gaan hebben over namelijk de permissies. Dus ik heb ze eventjes in een kleine video, foto gezet. Dus als eerste de gewone permissies, deze heb je al sowieso als basis. Deze heb je dus sowieso, zoals de join, leave, version, status, stop, rank en rank andere. Heb je sowieso. Als je dan namelijk naar de andere gaat, dan heb je enkel alleen maar als je op bent. Dus dan kun je slash kit doen, lobby, test kit, set lobby, set portal, cancel, report, setup en force start. Dit is namelijk alleen als je op bent of als je de permissie geeft aan deze bepaalde personen. Weet je niet hoe je permissies kunt toevoegen, dan kun je altijd naar een video van mij gaan kijken waar ik Group Manager volledig uitleg over hoe je permissies kunt toevoegen. Dus ik ga jullie namelijk gaan uitleggen hoe je namelijk de hele plugin dus opzet, hoe je de wereld opzet. Jammer genoeg zit er een foutje in mijn versie. Ik heb een 1.9, 1.9.4, 1.10 geprobeerd. Ik heb een andere versie afgehaald. Maar om een of andere reden werkt het bij mij niet om de map te kunnen, te goed kunnen spelen. Dus ik ga het gewoon volledig gaan uitleggen met de stappen wat je moet doen. En dan hopelijk werkt dus alles. Met hetgeen wat we namelijk gaan beginnen is als eerste de eerste commando, is namelijk swsetlobby. Als we dat eenmaal hebben gedaan, komt erop te staan, de lobby is nu naar je huidige plaats verzet. Alles is trouwens in het Nederlands, dat is heel handig, want het plugin komt in het Duits, Engels, Nederlands, Italiaans, Chinees en nog een paar andere talen. Vrij veel talen dus. Trouwens, wat je ook met deze plugin kunt doen, is een eigen kit maken en ook nog de kisten gaan aanpassen, maar daar kom ik zelfs bij. Het volgende wat we namelijk moeten gaan doen, hoe kunnen we nu eenmaal in een wereld tevoorschijn komen, dat werkt met portalen. Hij heeft nog altijd geen bordjes, bordjes worden later pas toegevoegd om ze te kunnen gebruiken, dus je moet eigenlijk gaan werken met behulp van portalen. Je kiest eender welke blok, je gaat dan namelijk op deze blok gaan staan, en het volgende wat je namelijk kunt doen is heel eenvoudig, swsetportal. Als je eenmaal set portal hebt gedaan en ik ga iets verplaatsen, zie je dat ik al één Skywar Kids heb. Dus de server donors only is namelijk de Diamond Swordsman. Nu, ik ga hier namelijk eventjes uitgaan, dus SW leave en ik ben dus uit de wachtrij. Loop je er weer in, kom je weer in de wachtrij, maar ik ga er nu namelijk terug uitgaan. Dus dat is namelijk eigenlijk al het eerste wat je doet. Het volgende wat je namelijk kunt doen is, zoals ik heb gedaan, is eigenlijk een map binnengehaald met behulp van Wild Edit. Nu, ik heb hier namelijk nog een map binnengehaald omdat ik dacht dit gaat mijn testmap worden en dit is voor de video wat jammer genoeg niet is gelukt. Nu, hetgeen wat je dus kunt doen is namelijk een testmap binnenhalen met bijvoorbeeld MC Edit, de map afhalen, met MC Edit opstaan en dan deze in je wereld laden. Hetgeen is, eenmaal als je de wereld hebt aangeduid, gaat hij automatisch gespawned worden in een lege wereld. Normaal gezien, ik weet niet hoe dat de goede waarheid, ik dacht dat het ongeveer zo'n plugin was. Nu, normaal gezien zit er niks in deze kisten, nee, oké, dat is perfect. Dus hetgeen wat je eigenlijk namelijk gaat doen is heel eenvoudig, om te beginnen is SWS, start en dan namelijk de naam van de map. Ik ga deze eventjes YouTube noemen. En niet verschrikken, die van mij geeft een error. Dat hoop ik dat bij jullie niet is, bij mij geeft hij constant een error, ik heb al met alles geprobeerd, maar dit is namelijk wat je als eerste moet doen, slash SWS start en dan namelijk de mapnaam. Het volgende wat je moet, het volgende wat je moet doen is hoog genoeg, dus als je 90 graden kijkt, dus ik ga even zorgen als ik 90 graden, 90 graden, dan kunnen we namelijk over de map, we kunnen over de map gaan, ook als we hier namelijk dus rechts zitten, we gaan eens kijken, ik kan hier langs door en aan deze kant kan ik er precies ook door, ik kan hier dus ook door. Dus wat ik eigenlijk doe is, ik kijk hier eigenlijk naar, ik kijk naar deze posities, dan weet ik hoe recht ik op sta. Dus de bedoeling is dat je hier, en als je zo kijkt, dat je naar die richting, eigenlijk ervoor zorgt dat je hierboven bent. Het volgende wat we gaan doen is dan namelijk SWS set pos 1.
En als je dat hebt geplaatst, dan heb je namelijk de eerste positie gezet van je map. Het volgende wat je moet doen is, je gaat diagonaal naar de andere kant van je map gaan. Dus okay. We gaan namelijk onder de map. We gaan tot het onderste niveau van de map. En dan gaan we kijken, zitten we hier aan deze kant goed? Zitten we hier aan deze kant goed? Ja, we zitten onder de map. Oké, het volgende wat we dan doen is niet SWS set positie 1, maar we doen namelijk SWS set pos 2. Dat is namelijk voor de tweede positie. Als we dat eenmaal hebben gedaan, nu, ik kan het nog niet, want hij zegt constant dat ik geen arena heb gemaakt. Het volgende wat we namelijk gaan doen, is de spawnpunten gaan plaatsen van de verschillende posities waar je wilt dat de mensen spawnen. Bijvoorbeeld, ik wil dat de mensen hier gaan spawnen. Let dan op, de positie die wordt genomen is vanaf je hoofd. Dus vanaf de hoofdhoogte, dus ga je hier staan, dan worden ze gespawned anderhalve blok hoger. Dus wat ik ga doen, ik ga bijvoorbeeld hier, wil ik dat mijn spawn komt. Hier is Piper en skelethoofd, we zijn in dienst. Ik wil dus dat... Hey, nog een kist. Dus als je hier wilt dat ze hier worden gespawned, typ je SWS at... at spawn. Heel eenvoudig, SWS at spawn. En dit doe je constant, dus SWS at spawn. Dan moet je hier nog at spawn. Dan moet je daar at spawn, at spawn, at spawn, at spawn, at spawn. Nu, omdat ik constant arrows kreeg, kan ik het jammer genoeg niet laten zien. Het volgende wat je dan als allerlaatste doet, is SWS save. En eenmaal als je dat hebt gedaan, dan is je map opgeslagen. Trouwens, de kisten hoef je zelf niet te vullen. Deze worden automatisch gedetecteerd door de plugin en automatisch bijgevuld. En daar ga ik het namelijk zelfs ook nog over gaan hebben. Nu, je kunt deze map nog altijd niet spelen, want de map staat niet open. De map moet je namelijk in de config-file gaan openzetten. En daar kun je namelijk ook de kisten allemaal gaan aanpassen. Maar daar kom ik zo dadelijk bij. Oké, nu ga ik het namelijk gaan hebben over persoonlijke kits. Hoe je dus namelijk gewoon kits kunt maken zoals jij het wilt. Bijvoorbeeld, ik heb nu een ijzeren zwaard. Hetgeen wat ik ook kan doen, is eventueel al armor aandoen. Dus ervoor zorgen dat ik al de armor aan heb en bijvoorbeeld het zwaard heb. Dus als je deze kit wilt, dan heb je namelijk eigenlijk een ijzeren zwaard. En je hebt er namelijk ook een hele hoop armor al aan. Dus wat gaan we doen eigenlijk om ervoor te zorgen dat je deze armor kunt aandoen, is als volgt. Je doet dan namelijk SWS... En daarna create kit. En dan de naam. Dus deze bijvoorbeeld create kist. Kit ga ik bijvoorbeeld test noemen. Nu, hetgeen wat je ook nog kunt doen, is hier tussen prijs zetten. Dit hoeft niet, namelijk in een vierkante haakje zet. Oftewel kun je hier namelijk ook nog de permissie erin zetten. Dus hetgeen wat je eigenlijk dus kunt doen, is bijvoorbeeld SWS create is... ik moet even naar mijn voorbeeld kijken. SWS create kit Jenske. En dan bijvoorbeeld de permissie. Dus ik ga even kopiëren en plakken. Bijvoorbeeld zoals dit. SWS create kit. Dan de naam van de kit. De prijs van 0. Je moet alleen maar een permissie hebben om deze kit te kunnen krijgen. Dus bijvoorbeeld Jens.awesome. Deze permissie geef je aan bijvoorbeeld mods of aan... VIPs of zo, en dan krijgen ze deze kit. Het volgende wat je ook nog kunt doen is heel eenvoudig, is Jenske en dan dat weghalen en bijvoorbeeld dat ze 50 euro moeten betalen. Oftewel, wat je ook kunt doen is gratis en je doet SWS create kit. Ik had het verkeerd gespeld, mijn fout, het is create kit, niet create kit. Dus eenmaal als je dat hebt gedaan, is namelijk de kit opgeslagen en iedereen kan deze gebruiken. Als hij namelijk dus SW kit en dan Jenske typt, krijgt hij namelijk dus de kit Jenske. Dus als ik eventjes dit weg doe, zou je normaal gezien de kit Jenske doen. Als ik namelijk hier dus binnenkom, dan pas kan ik hier dus de kit Jenske kiezen. Dus dat is namelijk eigenlijk dus dat al. Nu ja, eenmaal als je dit namelijk hebt gedaan, moet je goed opletten. Want namelijk in de config file kun je ook kits toevoegen. Maar als je daar een kit toevoegt en je gaat dan namelijk terug met het wachtwoord, terug met het commando hier SWS create kit gaan doen, wordt hij volledig herschreven en is jouw file niet opgeslagen. Dus als je iets in de config file aanpast, doe dat dan en zorg er dan namelijk voor dat je de server herstart. Oké, dan ga ik jullie nu namelijk de config files gaan uitleggen. Als eerst wat je namelijk ziet is dat we hier een Skywars Arena World hebben. Namelijk in de plugin zitten al twee Skywars werelden in, dus deze worden automatisch aangemaakt. Ik ga nu namelijk naar mijn plugins map en ik ga namelijk naar de Skywars en hier hebben we namelijk als eerste de hoofdconfig file.
Als we hier namelijk in de hoofdconfigfile gaan, hebben we al verschillende zaken. Als eerste, hetgeen wat we namelijk moeten doen, is de arena gaan toevoegen. Dus we gaan naar de enabled arenas. We zetten dan namelijk een streepje en dan namelijk de naam van de arena. Ben je de naam van de arenas vergeten, kun je nog altijd naar het mapje arenas gaan. En hier moet hij namelijk tussen staan. Maar omdat ik geen arena heb kunnen maken, staat hij namelijk hier niet tussen. Dus kan ik hem eigenlijk ook terug uit de config halen. Maar dat is namelijk dus de bedoeling, dat voordat de... Ja, zolang je het hier niet hebt instaan, werkt hij namelijk niet. Het volgende dat je hier nog hebt is Safe Inventory. Dat betekent eigenlijk als je in de wereld gaat van een Skywars, dan wordt je inventaris bijgehouden. Zodat als je terug uit de Skywars komt, je oude inventaris hebt, net hetzelfde als je experience. Je kan ook de prefix aanpassen naar je eigen woord zoals jij het wilt. Bijvoorbeeld lol. Geen idee eigenlijk. Het volgende wat je ook nog hebt ziet staan is namelijk local. Setup NL wordt automatisch toegepast als je in België of in Nederland woont, wordt hij automatisch naar NL gezet. Heel gek hoe ze dat hebben gedaan. De Do Daylight Cycle is namelijk als je dag of nacht wilt worden, staat uit. Skip Respawn Screen zou ik eigenlijk op True zetten. Waarom? Heel eenvoudig, als je namelijk doodgaat, krijg je niet het scherm dat je op ja, ik wil herspawnen klikken. Dus dat is heel handig. Dan hetgeen wat we hier nog hebben is een SQL server. We hebben ook namelijk nog een Pounce. Moet ik eventjes kijken als ik alles heb gezegd. Dit zijn namelijk de punten die je krijgt als je bijvoorbeeld iemand killt, doodgaat of maximum safe interval. Economie, als je namelijk ervoor wilt zorgen dat je kits kunt gebruiken met behulp van geld, zet deze economie op true. Dan pas kun je namelijk kits gaan gebruiken. Arena Distance Apart is namelijk hoe ver de arenas van elkaar moeten staan, staat op 200. Voor de rest, hetgeen wat er nog allemaal bij staat, is Comment Whitelist. Dat is namelijk heel eenvoudig. Als je namelijk in de Skywars zit, kun je alleen maar deze drie commandos uitvoeren. Heel eenvoudig. Er is blijkbaar wel een joinbordje. Waarom heb ik dat niet gezien? Er is dus wel een joinbordje. Dus je moet het heel eenvoudig maken. Skywars, de naam van het spel, het aantal spelers blijkbaar en click to join. Of ik weet niet hoe goed het bordje werkt, daar moet ik misschien eens iets van opzoeken. En de rest heb ik eigenlijk nog niet echt goed bekeken wat het allemaal is. Dus dat is eigenlijk vooral hetgeen wat je hier nog allemaal bij hebt. Je hebt dus blijkbaar toch bordjes, dat wist ik niet. Ja. Iets bijgeleerd. De volgende config file zijn namelijk de kits. En hier hebben we namelijk eigenlijk al de kits in staan die al in het spel zitten. Zoals de bowman, dus dat je met pijl en boog je krijgt. Pijl en boog, je krijgt er 16 pijlen. Je krijgt één boog. Het is juist een boog en die kost 100 euro. Dan heb je hier namelijk de wacker, de potions die je blijkbaar krijgt. Je hebt nog Diamond Swordsman, de Full Donor Armor. Dan heb je ook nog normaal gezien Dienske, zoals het hieronder dus bij komt te staan. Zoals je hier kunt zien, de Full Donor Armor moet je server.donor als permissie hebben. Pas hier het beste niets op aan, je kunt het wel aanpassen, maar herstart altijd jouw server opnieuw. Dus dat is eigenlijk hetgeen wat je dus namelijk allemaal in kunt vinden. Dat is heel eenvoudig het kits tabbladje. De volgende zou ik vrij goed opletten, want dit zijn namelijk de chests.yml. Ik wou YML zeggen. En heel eenvoudig, wat betekent dit heel levels gedoe? Dit is eigenlijk vrij moeilijk. Al die levels gaan namelijk eigenlijk hetgeen zeggen van wat er namelijk in de kist komt. Dus level 1 is namelijk hier dit soort houten stukken. Level 3, dan heb je level 2, heb je hier level 3 en dan zo verder. Maar hetgeen hoe dit eigenlijk werkt, het gaat een random item gaan selecteren op basis van de kans en geeft een waarde aan het item gebaseerd op het level. Wanneer het totale level bereikt is, of de totale waarde, dus level 5, zal het de kist niet meer gaan vullen. Een hoger totaal level geeft meer items en een hoger minimum level geeft betere items, maar minder items in de kist. Ja, dat is even moeilijk. Ik ga namelijk de uitlegfile mee als spacebin hieronder zetten, want dat is niet al te simpel. Nu dat we dit al namelijk hebben gehad, kunnen we namelijk naar de map, eigenlijk arenas gaan. Kunnen we namelijk de map gaan openen waar we bijvoorbeeld in het spelen willen, of ja, waar we naar willen gaan spelen. En ik heb nu de Skyblock Warriors eventjes geopend. Hetgeen wat hier namelijk in kunnen zien is heel eenvoudig. Je hebt hier namelijk de spawnpunten, er zijn blijkbaar 4 spawnpunten. Nummer van de teams kun je aanpassen, hoeveel teams dat er moeten zijn, hoe groot moeten de teams zijn, deze staat op 1.
Maar ik denk dat het... ja, daar is een team van 1 is, ja. Minimum spelers is 2 spelers. Je hebt dan de boundaries placement en dan zijn hier de kisten. De kisten worden automatisch gedetecteerd door de plugin. Die worden ook automatisch zelf bijgevuld. Nu, je kunt deze namelijk zelf gaan vullen. Dus als je heel eenvoudig de map eigenlijk hebt opgestart, dus als ik eventjes terug ga naar Minecraft en als je naar deze map, als je die... de kisten dus zelf volledig opvult, dan gaat hij, en je hebt deze op vals staan, dan gaat hij telkens opnieuw deze kisten gaan opvragen. Maar wil je namelijk dat dit wordt gedaan met behulp van de config file, namelijk met de chests file, kun je deze vals namelijk op true zetten. Wat gaat hij namelijk gaan doen? Hij gaat namelijk hier naar de totaal, naar het totaal level kijken, het minimum item value en het max item value. Daar gaat hij namelijk naar gaan kijken, maar ik zie, denk dat het overal bijna hetzelfde is, dus ik weet niet heel te goed hoe dat dit namelijk werkt, maar dit gaat refereren, om het moeilijk te maken, naar, dat is de verkeerde, naar namelijk deze, dus hij gaat kijken naar welke level dat het is, en dan gaat hij random spullen hier gaan inzetten, dus dat is namelijk eigenlijk hetgeen wat hij namelijk gaat doen, en ik denk dat met behulp van, ja, tussen 0 en 30 gaat hij gaan, en ik denk als dat hij gaat kijken tussen 0 en 30, ja, ik weet het zelf niet te goed, ik vind het heel moeilijk, het is niet al te goed uitgelegd op het forum. Maar ja, dat is namelijk eigenlijk al hetgeen wat ik wou zeggen eigenlijk over de hele plugin. Ik kan het jammer genoeg niet aan jullie laten zien hoe het volledig werkt, omdat, ja, op een of andere manier het gecrashed is. Maar ik hoop dat jullie dit een heel fijne video vonden. Als jullie toch nog problemen vinden, dat jullie bijvoorbeeld niet in de map blokken kunnen plaatsen, zet dan namelijk in je server.properties, voornamelijk je server. Dus ik ga heel eventjes mijn mapje tevoorschijn halen. Jullie gaan nog eventjes niet te zien krijgen, maar als ik dit doe wel. Dus eigenlijk als je namelijk hier in je server.properties file gaat, als je deze dan eventjes opent met bijvoorbeeld Notepad++, kun je namelijk de spawn protection op 0 zetten. En dan kunnen ze normaal gezien wel blokken plaatsen in namelijk jouw wereld. Dus ik hoop dat jullie dit een heel fijne video vonden. Gelieve dan een blauw duimpje omhoog te doen. Ik weet het komt misschien een beetje echo-achtig hier achter mij klinken, maar ik ben namelijk dus bezig op mijn kamer om alles te verhuizen en om eigenlijk mijn hele nieuwe PC en niet meer op een laptop te... Wow, dat was even gek. Om niet meer op een laptop te gaan werken, maar op een gloednieuwe PC ben ik namelijk alles aan het voorbereiden. Binnenkort komen daar namelijk ook video's over mijn nieuwe PC en hoe ik hem zelf bouw. Woehoe! Maar ja, ik hoop dat jullie het een heel fijne video vonden en dan zie ik jullie wel tot de volgende video. Doei!